Een hele goede morgen en leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe dagvlog. Ik heb al een tijdje niet meer gevlogd. Ik heb de laatste dagen een beetje shoplogjes lopen maken en niet meer echt vlogje. Maar ik ga dus vannacht op vakantie. Of in ieder geval, we vliegen om 6 uur 's ochtends. Morgen vroeg. Dus dat vind ik eigenlijk vannacht, want we gaan rond 2 uur, we gaan richting Schiphol. Maar vandaag zeg maar gewoon een beetje voorbereiden voor de vakantie. Ik moet nog een paar nieuwe items shooten hier op kantoor. En ook een paar items dus klaarmaken die ik mee kan nemen naar Mallorca. Dus we gaan naar Mallorca met mijn ouders en mijn zus. Dus dat is wel heel leuk. En dan wil ik een paar items meenemen omdat ik daar nog een beetje foto's wil gaan maken. Want ja, het is daar zo mooi. En dan wil ik een beetje items van de webshop shooten natuurlijk. Deze trui heb ik ook bij een van de shoplogs binnen gehad. Wat vinden jullie ervan? Ik vind de kleur echt mooi. En ja, het gaat echt zo'n gymshirt. Lijkt echt zo'n sporttrui daardoor gelijk is het eigenlijk ook. Maar ik vond de kleur zo mooi. Dus ik denk, nou, die gaan we lekker dragen. Want ik vind hem mooi. Mascaraatje op. Moet ik dus wat foto's gaan maken. Heb ik eventjes mijn haar gewassen en zo. Als ik het even uitgesteld had vanavond. En ook even met zilvershadow, maar dat heb ik net te kort in laten trekken. Ik gebruik trouwens deze wenkbrauwgel van Zoe's Cosmetics. Ik weet niet of je het ziet. Oeh, zij stond ook op de vrouwenbeurs dit jaar. En toen, ik had altijd al wel een gelletje van haar, maar zij stond daar. Dus ik dacht, ik ga een keertje een ander geurtje proberen of een ander kleurtje. En deze bevalt me ook goed. Dit is namelijk de Sugar Baby. Voor had ik altijd die gele, honey of zo. Ook nice, maar... Kijk, het is zeg maar zo. Je kan zeg maar hiermee omhoog kammen. En dan blijft het zitten omdat er dus gel in zit. Zelfs als dat je haar borstelt met gel. Dan blijft dat ook zitten. Zoiets. Wat kom jij hier doen? Dat heb je op je hoofd gesmeerd. Sorry? Dat heb je op je hoofd gesmeerd. Wat dan? Nou, vies bruin. Vies bruin? Huh? Ik heb amper wat op. Ik zweer het. Ik ben twee loers. Ik heb een klein beetje foundation op, maar... Maakt niet uit. Ik moet toch foto's maken, dus dan... In de tijd dat ik op kantoor ben, ben ik weer wit. Ik ga even snel wat eten en dan richting kantoor. Oh, ik heb nog een pakketje binnen die ik nog even snel met jullie open wil maken. Vanmiddag nog een ander pakketje ook. Maar deze wil ik nu even snel doen. Ik heb er een pakketje van Sophia May. Dit is het merk van Monica Geuze. En ik heb hier nog nooit veel besteld. Alleen laatst voor Francisca verjaardag. En ik was bij de kapper en ik vroeg aan mijn kapper. Weet jij, heb jij tips voor goede droog shampoo? Want soms heb ik gewoon geen tijd om haar te wassen. Maar dan is het wel een beetje vet. Zei ze. Ja, eigenlijk werkt geen één voor mij, alleen die van Sophia May. Dus van het merkje Monica. Dus ik dacht, let's try it. Dat was ongeveer 30 euro. Dus wel het prijsje, maar het is best wel een hele grote fles. Kijk. Ik ben heel erg benieuwd. Ik heb net mijn haar gewassen, dus ik ga hem nu niet testen. Maar ik neem in ieder geval mee op vakantie. En een stickervel bij. Blij mee. Ik kom beter als minietje halen voor op vakantie. Maar we gaan kijken of hij mee in de koffer kan. En anders is het niet los. Kijk. Nu ga ik snel eten en dan naar kantoor. Ik ben aangekomen op kantoor. Ik heb hier alle items liggen die ik wil gaan shooten. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, het zijn een stuk of 12. Dus ik ga gewoon even gas maken en hopen dat ik lekker snel klaar ben. Ik weet niet of er ook dames kijken die plus size dragen. We hebben namelijk nieuwe blouses binnen. En die zijn ook echt mooi geschikt voor plus size maatjes. Je kan ze ook gewoon aan met een... Met een kleinere maat. Maar ze zijn dus super oversized. Dus je kunt ze lekker in je broek drukken. Dan zit hij ook super leuk. Maar als je dus een grotere maat hebt. Dan pas je hem dus ook nog. Dus dat is wel heel erg fijn. We hebben dus meerdere kleuren. We hebben deze groene kleur. We hebben beige. Oranje voor Koningsdag. En we hebben zwart. Dus dat is super leuk. Dus je moet er wel van houden. Lekker oversized. Maar ik vind het ontzettend mooi. Kijk nou hoe leuk. Check het out op de website. Hoe leuk is deze set? Geweldig. I love it. Ik twijfel of ik mijn roze hakjes erbij ga doen. Ik denk wel leuk. Kijk hoe leuk met onze nieuwe roze hakjes erbij. Dit zijn onze strappy hakken. In het roze. We hebben deze ook in het wit en in het zwart. En nu ook in het roze en in het groen. Hoe leuk. Hoe leuk is
Dit setje. Mallorca blues met een Mallorca skort. Geweldig. Deze wil ik jou ook echt gaan shooten. Leuk cowboy boots eronder en je bent gewoon klaar. Ik ben ook alweer de laatste twee items aangekomen. Ik hoef alleen deze twee superleuke jurkjes nog te shooten. En dan ben ik klaar. Heel leuk. Deze jurkjes zijn zo leuk. We hebben ook in het groen die je daar hebt. Maar ja, ze zijn echt geweldig. Love it. We hebben weer tijd. Ik heb een nieuwe zonnebril gekocht. Wat vind je ervan? Ik was eventjes aan het shooten op kantoor. En mijn moeder zei, ga even mijn zonnebril kopen. Mijn moeder had een nieuwe zonnebril nodig. En ik ben ook in de mist gegaan. Ik heb voor deze gekozen. Raven. Ik vind hem echt nice. Hij zakt dus wel een beetje van mijn neus af. Ik ben ook nog even teruggegaan om het zwallen te maken. Maar het gebeurt nog steeds. Kijk. Zie je dit? Ik moet echt achter dat botje. Maar dat vind ik zelf minder mooi. Ik vind het zelf mooi als je een beetje hier zit. Ja. Dat is wel een beetje kut. Maar ja, ze had het dus gefixt. Dacht ik. Anders had ik nog wel even teruggegaan. Maar ja. Er is een Zara pakket binnengekomen. Die wil ik eventjes gaan unboxen in een losse video. Daarna wil ik nog eventjes mijn koffer inpakken voor vannacht. Ik wil nog even nieuwe items mij zetten en nog even wat editen. Dus het is nog best wel een beetje druk. Maar ik wil in ieder geval de bril even laten zien. Ik heb verder ook nog een leuk pakketje binnen van Le Olive. Die ik met jullie wil openmaken. En dat was het wel een beetje. Wacht even tot mijn moeder thuis. Mijn moeder heeft het hoesje van mijn ding. Alleen weet je wat ik me opeens bedacht? Ik heb ooit een keer een Ray-Ban zonnebril gekocht. Gouden randjes. Roze glazen. Maar ik heb die nog nooit op gehad. En die was ook 130 euro of zo. En ik heb hem nog nooit gezien. Dus ik zei de moeder, waar is die eigenlijk? Mijn moeder weet het ook niet. Ik dacht misschien in deze lade, maar I don't see it. Alleen maar mondkapjes. Verdomme. Mij hier ook niet. Het zou echt zonde zijn. Mijn moeder heeft ook een nieuwe zonnebril gekocht. En dat is deze. Kijk, ze is helemaal blij mee. Oh, ik dacht echt dat je hem op had. Op. Oh. Ik zei, ik laat even de zonnebril zien. Mama heeft hem sowieso op, dacht ik. Maar oh, nee, dat doe ze op. Kijk, mama heeft een beetje de grotere variant van mijn bril. Nee! Is je blij mee? Ik ben blij mee. Ik ook. Nou, dit is het pakket dat ik nu moet openmaken. En in deze tas ernaast heb ik alle items gestoomd en zo wat ik mee wil op vakantie. Dus dat ga ik daarna doen. Maar eerst dat grote pakket. En boven ligt ook nog een pakketje van Zara, dus het is best wel veel. Ik ben ook nog even bij de Zeeman geweest voor panties. Want ik hoorde dus dat je bij de Zeeman goede panties had. Of het waar is, we gaan erachter komen. Deze zijn 15 deniers. Ze waren 1,80 euro per stuk. Ik weet niet of hier dan één in zit of meerdere. Ik denk dat hier gewoon één in zit. En ik heb dus in de maat 44, 46. Super groot, maar panties scheuren gewoon gelijk. Dus je kan betere maat groter hebben. Want als ze te strak zitten, trek ze aan. Scheur, ja. Huidskleurig heb ik gedaan. 46, 48. 20 denier. Die was trouwens 2 voor 2,20 euro. En dan heb ik nog zwarte. Dus 20 denier. 2,30 euro en heb je 3 panties. Dus ik dacht, dan heb ik weer even een voorraadje. Ook moet ik naar Mallorca gaan. Ik denk s'avonds dat ik niet met blote benen kan lopen. Heb ik nogal panties. En ja, ik denk dat ik gewoon boeken mee ga nemen. Ik hoop dat er goede boeken bij zitten. Want ik ga nu een Zara pakket unboxen. En ik hoop dat daar een goede boek bij zit. Ik heb hier een pakketje van Le Olive. De tweede keer dat ik wat leuks van hun heb mogen ontvangen. Vorige keer heb ik een badjas uitgekozen bij hun. Een hele lekker zachte met mijn naam achterop. En dit keer heb ik dus een soort van kimono gekozen. Een kleine kimono. Ik ben heel erg benieuwd hoe die eruit ziet natuurlijk. Kijk, dit is de doos. Echt prachtig. En dan kan je hier dus open doen met een strikje. Het is gewoon een heel mooi merk. Je hebt allemaal badjassen, kimono's. Dus je hebt echt veel meer van die pyjamaatjes. Je hebt volgens mij ook tassen en dat soort dingen. Dus neem gewoon lekker een kijkje bij Le Olive. Kortingscode voor jullie, Melanie YouTube. En dan afkorting van YouTube. Ik zal het even voor zekerheid even opzoeken of ik het goed zeg. Melanie YT. Komt ook in beeld te staan. En dan krijg je korting mee als je hier wat leuks bestelt. Tada! Wear it, love it en show it. En dan heb je hem hier dus in. Dus die gaan we gewoon openmaken.
Oh, wat mooi. Kijk mijn naam. Melanie. Oh, en dit ruikt zo lekker. Oh, niet normaal. Ze doen er altijd een soort van geurding in. Dit. Die ga ik straks ook in mijn kast leggen, maar... Oh, zo lekker. Niet normaal. De kimono. Hij heeft ruffelmouwtjes. Hier heb je dus het touwtje die je straks eromheen slaat. Hier achterop heb je... Melanie staan. Echt super chic. Echt nice. En dan kan je dus omslaan met die touwtjes. Een beetje lastig te laten zien. Maar aan de onderkant heb je ook een beetje dat ruffelmodelletje. Ik ga hem straks eventjes aandoen. En dan laat ik aanbeelden voor jullie zien. Dus de aanbeelden komen nu eventjes in beeld. Ik heb hem aan. Hier heb je dus MS, mijn initialen. Echt een hele mooie van ruffeltjes. En dit is de achterkant. Hier staat dus mijn naam. Melanie. Helemaal blij mee. Thank you. Nou, wil jij nou ook zo'n leuke kimono, badjas, whatever? Ga dan naar La Olive. De site van La Olive, links aan die onder in de beschrijving. Gebruik de kortingscode Melanie YT. Griekse I, ik weet hoe je dat zegt. En je ontvangt korting. Dus maak er zeker gebruik van. Ik ga beginnen met de video opnemen voor Sarah. Wish me luck, het is best wel veel. Mijn koffertjes, wat nemen we allemaal mee op reis? Ik heb hier een tas. Ik heb trouwens sowieso altijd deze met handbagage. En dit keer ben ik van plan om daar mijn schoenen in te doen. Want ik wil daar natuurlijk gaan shooten. En zelf verkoop ik hakken. En ik ga binnenkort sandaaltjes verkopen. Namelijk deze. Laat straks zien. En cowboy boots. Maak ik ook gewoon eigen sneakers mee. Dus ik denk dat ik daar dit koffertje een beetje voor ga gebruiken. En dan heb ik ook nog de grote suit. Kijk hoe lelijk ze worden als ze zeg maar vaak op reis gaan. Vooral deze. Het is gewoon zo lelijk aan het worden. En die grote heb ik wel altijd een hoes omheen. Maar alsnog worden ze lelijk. Ja, super zonde. Zulke dure koffers en zulke mooie koffers. Maar het wordt zo lelijk. Kijk, ik heb hier dus een beetje een zakje wat ik allemaal mee wil. Tenminste vanuit kantoor. Dit zijn mijn eigen cowboy boots. Ze zijn gewoon altijd top. Ook voor foto's, maar ook gewoon leuk voor 's avonds. Misschien dat ik inderdaad ook nog eventjes die in het zwart meeneem. Als ik s'avonds wel een panty aan wil. Ik kijk zo eventjes, maar ik moet sowieso nog even iets hebben voor als ik een panty aan wil. Deze cowboy boots. Deze sandaaltjes, deze komen nieuw op de website. Kijk hoe leuk, met dat gouden. Die neem ik mee. Ik neem trouwens ook nog mijn JC slippers mee. Mijn Adidas JC Slide. Alleen het kutte is, ik neem heel veel ruimte in beslag. Want je kan ze niet in elkaar vouwen ofzo. Dus je hebt gewoon dit, gewoon in je koffer. Dus het is gewoon heel groot. Dus dat is wel stom. Deze nieuwe jurkjes gaan mee. Ze kreuken alleen zo snel in mijn koffer. Maar ik neem de stoomapparaat ook mee. Ik maak even een notitie. Al wat ik zeg, dat ik het niet vergeet. Waar is mijn telefoon? Oké, even kijken. Ik heb deze helemaal gestoomd net op kantoor. Maar ja, ik heb het even in een boodschappentas gedaan om mee te nemen naar huis. En die zit helemaal gekreukeld. Super stom, maar ik neem het stoomapparaat zeker mee. Maar ik dacht, ik ga het wel gewoon even de grootste kreukels eruit stomen. En deze hebben we ook in het zwart-wit. De volgende vakantie wil ik echt een hele losse video gaan maken. Wat neem ik mee op vakantie? Lijkt jullie dat leuk? Dan ga ik echt alles één voor jullie laten zien. En gewoon, ja, hoe ik een koffer inpak. Ons Dori jurkje gaat er ook mee. Op de website heb ik een amp geshoot. Maar ik neem nu een elletje mee, omdat hij er net even wat losser zit. Ook net gestoomd. Ook nu al kreukels. Want ja, het zit gewoon allemaal opgepropt. En dat is stomme met op vakantie gaan. Als je alles in een koffer moet drukken. En dan heb je allemaal kreukelkleertjes. Die dus. Dan nemen we ook de Melanie's Court mee. In een zwarte kleur. In een babyblauwe kleur. In deze roze kleur. Vind ik sowieso heel leuk om ze te combineren met de leuke blouse van onze website. Of onze Lulu top. Ik heb sowieso deze blouse. Als combinatie met dit broekrokje bedacht. En dan met witte cowboy boots. Dat leek me sowieso een hele goede optie. En dat gaan we natuurlijk gewoon doen. Dat is echt een hele leuke en lekker kleurrijk. Dus die gaan mee. Broekrok is ook net gestoomd. Maar ja, als je het opvouwt, dan komt er weer kraaien en kreuk in. Het stomme is, ik kan daar zeg maar wel alles uit de koffer halen en gaan stomen. Maar we gaan dus naar twee verschillende locaties. We gaan eerst naar Caladoor drie nachtjes en daarna gaan we drie nachtjes naar Palenka. Maar ik denk dat ik gewoon ga proberen alles in Caladoor vast te shooten ofzo. Maar Caladoor is wel mijn lievelingsplek. Dus misschien moet ik alles in Palenka shooten. Ik weet niet, ik ga het gewoon even aanzien.
Want ik denk dat ik Calador wel leuker vind dan Palenka. Dus dan vind ik het zeg maar leuker om daar gewoon te shooten. En Calador gewoon fully te genieten. Dan hebben we dit setje nieuw. Ik heb hier alleen nog één sample van. Het staat nog niet online. Maar dit is een lichtblauw broekrokje. Met een super leuke blouse. Ja, heel light. Maar ik heb er dus nu eerst nog maar één van. Maar binnenkort komen ze dus op voorraad. Maar ik dacht, ik ga wel vaste foto's maken voor als ze online komen. Dan heb ik goede content. En ik denk lekker samen met mijn zus shooten. En dan leuke cowboyboetjes erbij. Maar die ook in het wit. En ook in het roze. Dat is sowieso wat ik van de webshop mee wil nemen. Ik heb nog wat Lulu-topjes in mijn kast. Dus daar ga ik nog even bij kijken wat ik van daar nog mee wil nemen. In het geval. Ik kreeg dus net zojuist een mail van de New York Pizza. Dat ik tickets heb gewonnen voor Ibiza. En volgens mij is het ook gewoon echt. Maar het is precies op de datums dat ik in Creta zit. Dus ik was een beetje aan de lijn met de vakantiediscount. Of ik misschien een paar dagen later naar Creta kan. Maar ze nemen niet op. Ik ga na het eten nog een keertje proberen te bellen. Maar ik denk ook niet dat Ibiza iets later kan. Want volgens mij is het gewoon een heel feest daar. Van New York Pizza ofzo die daar georganiseerd wordt. Dat denk ik. Wel jammer. Ik weet ook niet of ik hem weg mag geven en zo. Maar als dat mag ga ik hem natuurlijk doen. Ik ben weer in de wachtrij bij Frans Discounter. Maar ik heb allebei een koffertje gepakt. Ik heb mijn zus opgehaald. Want die gaat vannacht ook mee. Ik heb mijn make-upje eraf gehaald. Ik ga lekker slapen. Nou, slaap. Ik ga lekker mijn bed in. Best wel rugpijn ook. Gewoon even relaxen. Vannacht om 2 uur rijden we die kant op. Dus vanaf morgen Mallorca vlogs. Hebben jullie er zin in? Doe een duimpje omhoog. Abonneer. En dan zie ik jullie morgen weer. Doei doei!